23 en 24 mei 2015 vond bij Quick20 de vierde editie plaats van het internationale eertoernooi. Dit jaar deden er 28 teams mee uit 8 verschillende landen. We are FC Ingolstadt 04. Wij zijn Heerenveen! We are TBS! Wij zijn Pek Zwolle! Het toernooi is onder andere een groot succes omdat 80 gastgezinnen veel van de spelers het hele weekend onderdak bieden. Op vrijdag stroomden de eerste deelnemers al binnen. Volgens traditie werd er op zaterdagochtend gestart met de officiële openingsceremonie op het hoofdveld. Na dit spektakel konden de wedstrijden gaan beginnen. Hoe is het om meer te doen met zo'n internationaal eertoernooi? Ja, het is een super toernooi. Ik denk een super deelnemersveld, super sterke tegenstanders. En voor de jongens van ons, ja, ik denk dat ze het maar één keer meemaken om tegen teams als Qatar te spelen, Finland, enzovoort, enzovoort. Het is gewoon top. Als FC Twente zijn dit eigenlijk de toernooien die wij heel belangrijk vinden, zeker in de regio. Als wij mee kunnen doen aan een internationaal toptoernooi, dan... Los van de competitiewedstrijden, waar wij gewoon goede wedstrijden willen spelen en goede activiteiten voor de jongens. Hier komen we de Belgische top tegen, een paar Duitse topteams. En dat zijn voor ons juist hele goede wedstrijden om ons ook weer mee te meten buiten de Nederlandse top. We zijn Gang! We are Western! We are Homorico! Het internationaal eertoernooi organiseren we nu voor het vierde jaar. We zijn 4 jaar geleden kleiner begonnen met 24 teams, vrij veel regionale teams, een aantal teams uit Duitsland en België. 4 jaar verder zijn we nu op 28 deelnemende teams, 8 nationaliteiten en uit 2 werelddelen. We beginnen pakken weer in september al met organiseren voor het jaar erop. Dus na morgen hebben we even rust, we beginnen weer september weer. We doen het met zo'n 12 mensen. Op de dag zelf hebben we hulp van natuurlijk de vrijwillige scheidsrechters en alle vrijwilligers van Quick20 zelf. Van kantinedames tot aan de schoonmakers, noem verder maar op. Het is een hele klus, maar je doet het met heel veel plezier. Want als die jochies één keer weggaan met een glimlach op hun gezicht, daar doe je het voor. Wat vind je van het toernooi? Heel leuk. Ja, heel leuk? Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Heel goed, ja. Gaat wel goed, ja. Hoeveel wedstrijden heb je al gewonnen? Te veel om bij te houden. We are RB Leipzig! Wij zijn de Gaanschool! Zondagmiddag werd onder toeziend oog van zo'n 1500 toeschouwers de finale gespeeld tussen Club Brugge en het Duitse Ingolstadt 04. Na een spannende finale won Club Brugge uiteindelijk met 1-0 en ging er met de titel vandoor. Finn Peters, oud-speler van Quick20, werd gekozen tot keeper van het toernooi. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat vind ik heel leuk. Dat het ook bij Quick is, natuurlijk bij mijn oude club. Dat ik dan de beste keeper van het toernooi ben, vind ik wel heel mooi. De laatste wedstrijd was iets minder van ons hele team, dus ik was al een beetje teleurgesteld. Maar nu ik dit heb, ben ik weer helemaal blij. Zo kwam er een eind aan een geweldig toernooi, dat ook volgend jaar zeker zal worden georganiseerd. Winnaars Club Brugge, wat is jullie eerste reactie? We zijn heel blij dat we dit toernooi hebben gewonnen. Ja, het was heel leuk. Ja, het was leuk om te doen. Ja, en we hebben goed gespeeld. Hoe ging dat liedje ook weer, jongens? We are back!